zijn hier vandaag voor Joël en Marcelon. Hoe doen ze het bij FC Groningen? Nou, doen het prima. Hè? Ja, dit is een zeer talentrijke lichting die we hebben dit jaar. De D1. En we doen ook volop mee bovenin. En nou, het was niet onze beste wedstrijd. En ook niet van beide heren, denk ik. Maar ze kunnen nog veel beter. Maar over het algemeen gaat het prima. En met D1 over het algemeen dus ook? Ja, het gaat prima. We zijn goed getraind, we zijn hard getraind. Nou ja, soms kun je het ook wel zien dat ze heel goed kunnen voetballen. En nou komt de Eurocup er weer aan. En wat zijn uw verwachtingen betreft dat toernooi? Ja, het eerste jaar dat we meededen ging het goed. Tweede jaar ook, derde jaar. Vorig jaar ging het wat minder. Ik was er zelf niet bij vorig jaar. Ik zat ergens anders. Maar dat moet dit jaar ook beter dan in ieder geval vorig jaar. Nou, dan gaan we even een kleine voorspelling doen. FC Groningen gaat Eurocup winnen? Ja, tuurlijk. Ja. Hey, jullie hebben beide namens het regio-team meegedaan aan Eurocup Delfzijl. En nu straks voor FC Groningen. Hebben jullie daar zin in? Ja. Ja, lijkt me wel leuk, ja, om weer tegen het regio-team te spelen. Wat is jullie mooiste herinnering aan Eurocup, toen nog met het regio-team? Toen ik met de oma de bal uit de doel hadden. Om ja, tegen een profclub te spelen, want toen zaten we nog bij een amateurclubje. Jullie voetballen nu alweer 2 jaar bij FC Groningen. Hoe bevalt dat? Bevalt wel goed. Je ontwikkelt je wel heel veel, vind ik. Ja. Tegen andere profclubs te spelen. Ja. Ja, leuk en leerzaam. Ja, ook leuk om tegen profclubs te spelen. Hey, en jongens, waar liggen nou jullie kwaliteiten? Bij mij een kopbal. Wel snel. Ik kan wel een mandje passeren. Over 10 jaar, waar staan jullie dan? Ja, dat weet ik niet. Hopelijk als profvoetballer, denk ik. Heel goed, en dan nog even voor Eurocup. Wat zijn jullie verwachtingen voor dat toernooi? Nou, dat we eerstes worden. En ja, dat we heel, met gezelligheid kunnen voetballen. Ja, eerste worden, dat is ons doel, ja, eigenlijk ook. Eurocup TV wordt mede mogelijk gemaakt door...